Een groot probleem in onze huidige maatschappij is dat we vastzitten in de modder van wat ik noem economisch fundamentalisme. Fundamentalisme in de zin dat we vastzitten in een heilig geloof, in de bedrijfseconomische variant, in het business case denken, het platte vertalen van alles in geld en dan te denken dat als we dat uitrekenen dat we dan de juiste beslissing nemen. En macro-economisch gezien een overdreven vast geloof in als het maar weer goed gaat met de economische groei, dat wij er dan ook weer met z'n allen beter van worden. Als consumentenvertrouwen maar terugkomt en we gaan weer kopen, dan komt het goed. Maar zoals Paul Gilding heel goed zegt, ja, we're using money we don't have to buy stuff we don't need and in the course of doing so we are destroying our ecosystem. Dat is wat er aan de hand is. Maar van links tot rechts geloven we allemaal heilig dat die economische groei de oplossing is uit de economische crisis. Het probleem in dat denken is dat we denken dat financieel rendement en maatschappelijk rendement iets heel verschillends zijn, dat het tegenover elkaar staat. Als wij werkelijk kunnen zien en er ook naar gaan handelen, dat maatschappelijk rendement en geld verdienen elkaar kunnen versterken, dat die hand in hand kunnen gaan, dan hebben we de sleutel in handen. Hoe kunnen we dat doen? Nou, bijvoorbeeld als je naar de vastgoedwereld kijkt, waar we de afgelopen 15 jaar gebouwen hebben neergezet voor beleggers. We hebben gekeken naar hoe kunnen we de beleggerswaarde van vastgoed maximaliseren. We hebben niet erg gedacht over de gebruikers van die panden. Meestal wisten we nog niet eens wie het ging gebruiken als we ze bouwden. Nu betalen we de prijs. En de discussie over de waarde van vastgoed is een non-discussie geworden, want heel veel vastgoed is niet meer te verhuren. Behalve die panden die prettige panden zijn om in te werken, omdat ze wel gebouwd zijn met de gebruiker in het achterhoofd, op een goede plek liggen en ook nog eens een keer verduurzaamd zijn, zodat het energieverbruik binnen de perken blijft. Dat zijn de panden die nog wel verhuurd worden. Vorige week hebben we Gasterra, het nieuwe hoofdkantoor in Groningen, geopend. Een oud bankkantoor uit de jaren 60, wat een dramatisch energielabel G had en nu energielabel A+. En het ligt op een goede plek naast het station. Dat is het soort vastgoed wat geld waard is, waar nu behoefte aan is. Dit idee, kun je dat ook op andere sectoren van de maatschappij toepassen? Dit gaat op in alle sectoren van de maatschappij. Bijvoorbeeld gezondheidszorg. Ook daar zijn de kosten van vastgoed erg leidend in de discussie hoe moeten we dat met z'n allen blijven betalen. Dus ook daar, als je je vastgoed in de zorg verduurzaamt en per bewoner honderden euro's per jaar op je energierekening kan besparen, hou je meer over voorhanden aan het bed. Dat betekent dat de kostprijs toch leidend is. De kostprijs is een belangrijke factor, maar het probleem is dat we zoveel focussen op de kostprijs vandaag de dag en vergeten te kijken naar wat kost het eigenlijk over de komende 30 jaar? Wat is de total cost of ownership? We zijn veel te veel korte termijn gaan denken. En wat betekent dat zeg maar voor ons handelen en onze verantwoordelijkheid als consument? Wat betekent dat voor ons? Eerst maar eens even, ik ben een bankier. Wat betekent voor ons als bankiers? Veel mogelijkheden en veel verantwoordelijkheden. Want wij hebben de sleutel in handen gekregen van onze spaarders. De eigenaar van het geld is verantwoordelijk voor wat ermee gebeurt. Maar de spaarders dragen die verantwoordelijkheid over aan de bankier. En die heeft de sleutel in handen, want die beslist welk bedrijf een lening krijgt en welk bedrijf niet. En uiteindelijk kan je die redenering vertalen naar een econoom die de werkelijkheid probeert te beschrijven in een model of een consument die in een winkel een beslissing staat te nemen. Het is jouw geld en jij bepaalt welke richting dat geld opwerkt.